Mijn boek Achteraf is het makkelijk is deze zomer verschenen. Daarin neem ik de crisis van 2008-2009 als kapstok. Dat is nu exact 10 jaar geleden. Dat was ook het moment waarop ik mijn eerste stappen zette als econoom. Dus dat was een fantastisch moment om onmiddellijk in de economie te vliegen, in real life. En zo bot het me dus een vliegende start. Ik heb wel getracht om veel verder te kijken dan enkel 10 jaar. Ik heb proberen lessen uit het verleden mee te nemen. De waardevolle lessen uit de jaren 30, die waardevolle lessen uit het Japan van de jaren 90. Dus initieel kunnen we stellen dat we heel veel van die lessen hebben meegenomen. Beleidsmakers hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe grote depressie werd vermeden. Maar in tweede instantie werd toch al te voortvarend te werk gegaan en is er toch ook heel veel waardevolle economische kennis uit het verleden overboord gegooid. En dat probeer ik in het boek te verduidelijken. Zodat we beter gewapend zijn om een toekomstige crisis het hoofd te bieden. En verder probeer ik een aantal dogma's over onderwerpen als overheidsschuld, het beleid van de centrale banken, inflatie en de globalisering te counteren, want er bestaan nog altijd veel misverstanden over. Dus als je daar meer informatie over wilt en verder over wilt lezen, dan biedt het boek zeker een goede invalshoek.